Hallo allemaal, jullie kunnen hier nu een hele mooie plant zien. Deze plant is dat. Dat is een Echinodorus Green Flame. Jullie kunnen zien dat deze een beetje aparte spikkeltjes heeft. En hoe ouder de plant wordt, plus de juiste bemesting. Daar zal ik daar een klein beetje uitleg over geven. Maar dan wordt hij gewoon veel mooier rood gestipt. Want nu zien jullie deze plant, die is nou een beetje lichtgroen. En ik zal ook kijken, als ik een beetje uitzoom, dan zal hij ook heel anders zien. Kijk, hier kunnen jullie nou een beetje zien, een beetje rood. En hier was stipjes, daar was stipjes. En deze plant is een hele leuke plant, een soort moerasplant. Deze wordt ongeveer tussen de 30 en 40 centimeter hoog. De lichtbehoefte is van normaal tot veel. En de beste temperatuur voor deze aquariumplant is tussen de 18 en tussen de 30 graden. Nou, ik heb hem hier zelf op 25 graden, mijn aquarium temperatuur. Dus ik vind dit best wel een fijn klimaat voor deze plant. De waterhardheid is voor deze plant ook ideaal, een beetje medium. En de pH hiervan is dan tussen de 5 en de 7. Dat is ideaal voor deze plant. Deze plant kun je het beste in de middenzone of tegen de achtergrond aanzetten. En het is een rosetplant. En deze kun je ook best snoeien als, als je zeg maar wil snoeien. Gewoon halverwege, kijk of het een beetje kan inzoomen. Kijk, hier zien jullie de stam. Zeg maar, even kijken hier. Dus kun je beste gewoon vanuit buiten de oude bladeren afknippen. En dan krijg je weer jonge scheutjes daardoor. Een beetje weer uitzoomen. En deze plant, die heb ik een tijd geleden. Toevallig ben ik die tegengekomen op de beurs. En deze plant sprak me eigenlijk wel aan. Gewoon een andere kleur samenstelling. Een mooie eyecatcher in mijn bak. Jullie kunnen ook zien, die staat wel op een hele lichte plek. Ik vind dat gewoon mooier. Ik zal kijken of ik dat anders kan laten zien. Kijk, want hierachter staat ook de tijgerlotus. En die heb ik ook op expres op een lichte plek neergezet. En zeker de rode tijgerlotus. Achter heb ik de groene tijgerlotus. Dus daar, dat is wel, ik vind gewoon ideaal een best een zonnige plek in je aquarium. En dan zal die heel goed groeien. Ik doe voor deze plant, sowieso doe ik gewoon een beetje CO2 dagelijks doseren. En de grondbemesting voor deze plant, ik gebruik dan gewoon crypto, een bodembemesting, dat is in capsules. En die gaan ongeveer 3 maanden gaan één zo'n capsule in. Dan werkt die gewoon zeg maar voor 3 maanden. En het ligt er ook afhankelijk wat jij in je bak hebt. Want als jij een hele drukke bak hebt, drukke bak, dat wil ik zeggen met druk bezet met vissen, dan heb jij veel minder van die capsules nodig. Ik heb deze bak heb ik nou met allemaal rasboren variantjes, ook Chinese Daniel Golders. Er zijn geen grote vissen en ook geen grote vervuilers, dus vandaar dat ik gewoon extra een crypto capsule erin in mijn bodem doet. En dat is puur voor de bemesting voor deze plant.
En ik zie gewoon daar, ja, naarmate sinds dat ik die capsules gebruik, gewoon veel beter mijn planten ook gaan groeien. Ik heb ook andere bemesting, maar ja, daar ga ik nou niet over uitleggen. Dan kunnen jullie ook zien op de andere YouTube filmpjes van mij. Maar in ieder geval, dit was een kleine uitleg over de hele mooie, eigenlijk ja, een soort moerasplantje. De Echinodorus Green Flame. En je hebt heel veel verschillende soorten van de Echinodorus, maar deze is dan de Green Flame. Mochten jullie vragen hebben of iets anders, dan kunnen jullie altijd vragen stellen en dan zal ik ze proberen een keer te beantwoorden. Wat jullie ervaringen ook zijn met deze plant, of jullie zijn misschien beginnelingen met de aquariums, dat kan ook. Maar dit is mijn ervaring met deze plant. Nou, dat hij 3 maanden ongeveer in mijn bak staat, en hij heeft het gewoon goed naar zijn zin. Ik zie wel hier, kijk of ik jullie kan laten zien, hele kleine gaatjes in mijn blad. Maar ik heb daar een heel logische antwoord op. Ik heb ook hele leuke japonica granaaltjes in mijn bak. En die maken van zulke gaatjes. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Ik zal even kijken of ik ergens een japonica granaaltje heb. Want die zitten wel hier best wel veel in de bak in de tussentijd. Kijk, ook toevallig hier op de achtergrond. Kunnen jullie zien. Een jong japonica genaaltje. Maar ja, dat zijn dus de daders. Neem maar voor lief. Voor die kleine gaatjes in deze mooie plant. Maar dit was een kleine uitleg. En bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei.